Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Martin Sommer en ik heb vandaag een bijzondere gast en dat is Marijn Kruk. Welkom. De aanleiding is de Franse verkiezingen. Wij zitten tussen de eerste en de tweede ronde in, dus wij gaan heet van de naald spreken over de Franse verkiezingen. En de achtergrond, de verrijking daarvan, als ik het zo mag zeggen, is dit boek. Dat is bijna nog warm, want je hebt het deze week gepresenteerd. Opstand heet het. En het boeiende daarvan, maar daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, is dat Marijn... Ja, eigenlijk heel Europa is afgereisd op zoek naar kenmerken en wortels van het populisme. Nog drie woorden over de achtergrond van Marijn zelf. Hij heeft lang in Parijs gewoond, 18 jaar. Je mag hem echt als een expert Franse politiek, maar ook Franse sociale wetenschappen beschouwen. Geschiedenis heeft hij daar gestudeerd. Hij is correspondent geweest van Dagblad Trouw en schrijft nog altijd in de Groene Amsterdammer. Hij heeft een column gehad in NRC Handelsblad. Kortom, een fantastisch blazoen en ik denk ook een prachtige aanleiding voor een mooi gesprek, Marijn. Zeker. Laten we beginnen met de actualiteit. We zitten tussen de eerste en de tweede ronde van de Franse verkiezingen in. Ja. Vorige zondag Macron, de president, het zijn parlementsverkiezingen, maar Macron, mag je zeggen, heeft een geweldige optater gekregen. Hij heeft het niet beter gedaan dan tijdens de Europese verkiezingen toen hij het parlement heeft ontbonden. De partij van Marine Le Pen, Rassemblement National, heeft bestendigd eigenlijk de winst van de Europese verkiezingen met 33%, als ik het wel heb. Ruimschoots de grootste. Daarna is op een holletje na de vorige ronde een... Na het uitroepen van de verkiezingen is een zeer Frans nieuw volksfront van alle linkse partijen opgericht om barrage te maken voor mevrouw Le Pen. Zij zijn nu tweede geworden in de eerste ronde met 29 zetels. Laten we eerst bespreken hoe is de situatie en hoe ziet het eruit voor die tweede ronde? Ja. Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, dus die tweede ronde is dus komende zondag, hè? Dat moeten we misschien even benadrukken. Het staat er eigenlijk toch nog steeds volgens mij heel slecht voor. Volgens mij voor de huidige meerderheid. Dus Macron had eigenlijk ook niet eens een meerderheid, nee, hè? Moeten we even zeggen. Het lijkt erop dat die Rassemblement National een enorm aantal zetels erbij gaat winnen. Hoewel het er niet op lijkt dat ze de absolute meerderheid gaan halen. Wat betekent dat je dus een heel onoverzichtelijke situatie gaat krijgen in het parlement. Waar geen duidelijke meerderheid zich aftekent. En waar dus op even dus je krijgt een soort hung parlement, ja, de Engelsen dat noemen. Exact. En waar dus een premier uit moet komen. En die moet Macron aanwijzen. En wie dat gaat zijn en worden... Is het niet zo in Frankrijk dat de grootste partij of de grootste vertegenwoordiging krijgt als eerste, net als in Nederland, de mogelijkheid om een regering te vormen? Ik weet dat niet hoor. Volgens mij moet Macron die aanwijzen. Ja, maar hij mag ook iemand anders aanwijzen dan de voorman van het Rassemblement National. Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ja. Want omdat deze situatie eigenlijk heb ik ook nog nooit meegemaakt. De Fransen ook niet waarschijnlijk. En dat is misschien... het is misschien ook goed te benadrukken wat normaal gesproken eigenlijk gebeurt. Eerst heb je de presidentsverkiezingen. En vlak daarna, dan komen die parlementsverkiezingen. En dat is zo gedaan om dus de president een werkbare meerderheid te geven. Omdat je dus in de hele dynamiek van die overwinning van de president, hij ook een meerderheid krijgt. Ja. Alleen die is er dus niet. En dat heeft mij ook zo verbaasd in die hele beslissing van Macron om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Omdat het momentum eigenlijk juist andersom is. Iedereen heeft gewoon een pesthekel aan hem. Ja. Maar jij hebt in jouw boek... Ja, ik heb hem ook gesproken zelfs. Zelfs met... je hebt met iedereen gesproken, zeer bewonderenswaardig. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ook Macron, toen was hij... Nog net geen president. Maar hij was nog wel minister van Financiën, als ik het goed heb. Dat was hij ook niet, want die post moest hij opgeven natuurlijk... om zich als kandidaat. Om zich in die presidentiële te storten. Nee, dat was drie weken voor de... Ja, of één week voor de eerste ronde van de verkiezingen van 2017...
Nou, en wat hij toen zei, dat vond ik dus... Kijk, en daarom heb ik het wel, vond ik het eigenlijk nog steeds relevant... ook om dat nog steeds mee te nemen. Omdat hij zei heel nadrukkelijk... Ik zie het politieke spel als een strijd tussen zeg maar, conservatieve krachten... en dus meer progressieve krachten. En hij zoekt ook die confrontatie. Hij denkt ook dat hij in de polarisatie tussen... Nou ja, zeg maar wat ik dan zeg maar radicaal rechts noem... en zijn centrum... dat hij daar beter winnend uit kan komen. En dat heeft hij nu dus kennelijk weer gedacht. Ja. In lijn met wat zeker, jij toen van zeker, hem gehoord zeker, hebt. Zeker, exact. En toen dacht ik ook van... Ja, dat vind ik nog steeds best riskant. Om dat zo te doen. En het wijst er ook op dat eigenlijk dus die progressieve kracht... als je kijkt naar links... Oké, ze hebben dus nu die... die coalitie... Maar, het nieuwe Volksfront. Ja, maar ik vind toch nog steeds... Ja, gewoon het politieke momentum zit nog steeds bij rechts en uiterst rechts. Ik bedoel, als je kijkt over de afgelopen 10 jaar... een enorme verrechtsing eigenlijk dus van het politieke landschap. Ja, maar laten we... Daar komen we natuurlijk zo op. Maar laten we nog even bij Macron blijven. Ja. Want hij staat ook bekend als een gokker. Hè? Dat was al langer zo. Je zegt het eigenlijk net zelf. Hè? Hij zoekt die confrontatie tussen wat hij zelf als het midden beschouwt. Of het progressieve midden, hoe je het wil formuleren, tegenover conservatieve CQ extreem rechts. Ja. Hij heeft daar eerder gokken meegenomen. En nu heeft hij toch kennelijk gedacht. Wat was zijn misrekening eigenlijk? Nou ja, wat ik dacht. Hij, het enige wat hij toch gedacht kan hebben. Als je ervan uitgaat dat dit een politieke beslissing is geweest. Dat spreekt voor zich. Maar dat doe je dus omdat je denkt dat je er beter van kunt worden. Ja. En dat heb ik gewoon nooit echt begrepen. Als je ziet hoe impopulair hij is. Mensen vinden hem arrogant. Mensen vinden dat hij alles op zijn eigen houtje doet. Ja. Hij heeft ook de neiging om Frans op een soort heel paternalistische manier altijd toe te spreken. Ja. Het lijkt of hij op een bepaalde manier eigenlijk ook wat bijna alle Franse presidenten op een bepaalde manier overkomt, dat ze toch in dat Élysée, in dat château, hè, dat ze toch afgesloten raken van de werkelijkheid. Ja. Een soort, dus ik vind het heel moeilijk te begrijpen. Ik kan die calculatie niet navolgen die hij gemaakt heeft. Oké, misschien kunnen we nu meneer Slama van stal halen. Ja, die ken ik dus ook al heel lang, hè, zoals ik je vertelde. Alain Gérard Slama is een bekende Franse historicus, intussen heel oud. En die heeft afgelopen zaterdag in Le Figaro een groot stuk geschreven. Of nee, het was een interview. Waarin hij eigenlijk diezelfde vraag voorgelegd kreeg. Hoe is het nou mogelijk dat Macron zo'n miscalculatie heeft gemaakt? En zijn verklaring was, hij hield zichzelf voor de goal. Maar Macron heeft de goal niet goed begrepen. Ja. En wat hij eigenlijk ook zei, is dat je eigenlijk niet vanuit het centrum kunt regeren in Frankrijk. Ja, maar wacht even, want het punt dat hij maakte, want daar wou ik nog even naartoe. Hij zei, de positie van de Gaulle was eigenlijk een soort... De Gaulle was eigenlijk een populist, mag je wel zeggen. Ja. Een mysticus die zich boven... Frankrijk plaatste, maar wel met het idee dat hij heel Frankrijk vertegenwoordigde, nietwaar? Ja. En het verschil met Macron is dat hij niet heel Frankrijk vertegenwoordigt, maar de arrogantie of het verstand of denkt dat hij gewoon gelijk heeft. Ja, nou ik moet wel zeggen, vanaf het begin is er bij Macron het idee geweest dat een soort idee dat het Frans presidentschap op een of andere manier een soort verbinding moet hebben met het oude idee van het koningschap. Dat de Fransen eigenlijk altijd, dat de Fransen soort verweest zijn sinds de Franse revolutie, sinds de onthoofding, dus sinds de regicide, dus de koningsmoord. En dat ze eigenlijk altijd op zoek zijn naar een soort heling daarvan. En dat dus die presidenten van die Vijfde Republiek, die heel machtig zijn, dat zijn een soort republikeinse monarchen. En er hoort dus een soort van, de Gaulle noemde dat la part de mystique. Dus daar hoort een soort mystiek omheen. En de Gaulle die wist dat te incarneren. Maar natuurlijk ook door zijn statuur. Als militair, als verzetsman. Als toch enorm Frankrijk, die enorme crisis en bijna burgeroorlog van de Algerijnse oorlog heeft doorge...
En Macron, die had dat natuurlijk helemaal niet. Die begon daar eigenlijk mee. Dus, dat is gewoon een jonge kerel, eigenlijk. Ja, die was 38 of zo. Ja, 37. Ja. Dus, dus Macron dacht ergens denk ik wel terecht. Kijk, voor hem had je Sarkozy gehad. Hè? Dus het bling-bling presidentschap. Ja. Met iemand die, Sarkozy enorm druk zet, van alles in beweging, maakte niks af. Een rommelaar. Ja. Zoals Hollande, slap, zwak. De normale president. Ja, ja, maar dat was dus ook mislukt. Was ook mislukt. Ja, dus, dus je kiest eigenlijk het contrapunt van je voorganger. Exact, dus bij hem was ook dat idee, Fransen willen dit, Fransen willen een bepaalde... Distantie. Ja. En ik moet ook zeggen dat het ook wel erg moeilijk is als Franse president. Want je kunt het in die zin nooit goed doen. Want het is waar dat Fransen een enorme verwachting hebben van die executief. Hè, dus van die... uitvoerende. Ja, dus van hun... uitvoerende macht. Van de uitvoerende macht, dus van de president. Maar dat hij het gewoon nooit kan waarmaken. Ja. Dus je krijgt wel heel snel een soort van dynamiek waarin... Dat begint met een enorme verwachting en dan heel snel een onomkeerbare teleurstelling wordt. Ja, die moet, als de verwachtingen te hoog zijn, dan moet de teleurstelling wel komen. Ja. Dat is het fenomeen. Maar ik was het in die zin niet eens met Alain Gérard Slama. Dus, in dat stuk van de Figaro. Dat hij zegt van, omdat ik eigenlijk denk van het is ontzettend moeilijk om dus die twee, eigenlijk om links en rechts, soort te rassembleren tot één soort werkbaar centrum. Maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat dus Macron heeft dat wel 7 jaar volgehouden. Op zich is dat ook een prestatie, hè, van dat en même temps, wat zoals Macron altijd zei. Hè, dus altijd en, een beetje links, een beetje rechts. Het was naar mijn oordeel het Franse equivalent van paars. Ja, dat zegt hij ook. Hè? Hij schrijft dat ook, ja. Maar hij schrijft, hè, dus paars was, we doen niet meer links of rechts, we doen eigenlijk gewoon wat moet gebeuren. Nou ja, inderdaad. En dus met het gevaar van een soort van depolitisering, met een radicalisering op de flanken. En dat was eigenlijk de beste zin die ik daaruit haalde. Precies. Door de radicale depolitisering van de politiek, werd de bevolking radicaal gepolitiseerd in de ogen van Slama. Ik ben het daar ook wel mee eens. Ja, ik denk het ook. En ging de bevolking noodzakelijkerwijs naar de flanken, omdat het midden bezet was door iemand die gewoon gelijk had naar zijn eigen oordeel. Hè? Ja. En dat is in politiek opzicht, niet alleen in Frankrijk, hè? Want ik denk dat dit fenomeen zich ook in Nederland heeft afgebeeld. Ook met dat idee van there is no alternative, dat je jezelf in dat alternatief dus plaatst. Ja. Dus... Ja, dat lijkt gewoon ten einde te komen. En nu? Ja. Met een toch een ongewisse situatie. Ja. En misschien is dit wel het moment om op jouw boek over te springen. Leuk. Want je hebt daar uitgebreid over geschreven. Nog even 3 woorden ter introductie. Afgezien van dat het wordt aanbevolen op de voorpagina door Roxanne van Ieperen, zeg ik nog even voor het publiek erbij. Ja. Het fantastische van dit boek is dat Marijn, jij onvermoeibaar door Europa hebt gereisd en zelfs Tunesië hebt bezocht, uitgebreid voor dit boek. Ja, en Turkije ook. En Turkije ook. Ja. De nadruk, in Frankrijk heb je Renaud Camus geïnterviewd, de man die het woord omvolking, heel actueel op dit moment, heeft uitgevonden, heeft gemunt. Remplacement du peuple. Ja, dus de vervanging van het volk. Ja. Je bent in Engeland geweest, je bent uitgebreid in Hongarije geweest. Ja, meerdere malen ook. Wat eigenlijk het hart is van het probleem, zoals je het hebt geschetst. Ja. Je bent in Duitsland geweest. Ja, Italië en Oostenrijk. Nou, het is wat dat betreft ongelooflijk wat je allemaal hebt gedaan. Laten we beginnen met, wat is nou naar jouw oordeel het hart van het populisme? Want kijk, als ik het probeer, je bent het ermee eens dat er overal in Europa is er een soort van populistische golf, hoe moet je het noemen. Mm-hmm. En
om aan te sluiten bij wat we net zeiden over Macron. Ik zie dat als een, ja, toch een opstand van de burgerij tegen precies het Macron-achtige politiek van er is geen alternatief. Ja. Maar jij ziet dat anders. Nou ja, hoewel ik zou misschien over Macron zou kunnen... ik heb in 2017 heb ik ook opgeschreven dat heb ik Macron zelf ook een populist genoemd. Oké. Okay. Want? Nou, omdat hij eigenlijk ook toch een soort directe band zocht met het volk. Of met wat hij het volk noemde. Dus een soort van, je wil eigenlijk over die intermediaire instituties heen. Zijn het parlement, vakbonden en alles wat zich daar bevindt. Ja, zeg maar direct communiceren met de kiezer. Ja, zoals de Gaulle. Hè? De liefdesrelatie tussen een man en zijn volk. Exact, precies. En, maar goed, kijk, ik moet misschien benadrukken dat dit boek is, denk ik, nou ja, wanneer is dit idee is zo ontstaan in eind 2018. Toen had je al veel van die reizen gemaakt, toch? Ja, maar omdat ik er later ook weer achter kwam dat er andere problemen ook speelden. Maar goed, het boek begint in 2013 met de zelfmoord van... Dominique Venner in de Notre Dame, die zichzelf door het hoofd schiet. Als daad van verzet tegen het homohuwelijk en ook al wat hij de grote volksvervanging noemt. En dat vond ik zo'n dramatische daad. Daar heb ik eigenlijk toen besloten om dat het startpunt van mijn boek te maken. Maar ik heb later, toen iedereen sprak over populisme, hè, want dat vroeg je. Mijn vraag waarmee ik op... Ja, ik ging aanvankelijk op zoek met een idee van... Oké, ik ga op zoek naar de wortels van het populisme. Ik ga op zoek naar waarom... Ik wilde begrijpen waarom zijn mensen nou boos. Ja. Dus ik ging overal in steden, in provinciesteden vooral... door Europa ging ik met mensen praten. Alleen wat ik vrij snel merkte is dat ik vond het heel moeilijk... om daar een soort van coherente visie uit te peuren. Ik hoorde heel veel boos. Het ging alle kanten uit. En dat heeft mij veel meer eigenlijk ook een soort zwenking doen maken in die research. Ben ik veel meer gaan kijken naar de ideologie. En ook op de manier waarop die juist, dus die boede niet van onderop eigenlijk vorm krijgt. Maar van bovenaf juist wordt gevormd en gekneed. Is dat niet altijd zo met de politiek? Want, is ook zo. Mijn ervaring is dezelfde, hè? Als verslaggever of als reportagemaker. Ja. Je gaat naar mensen toe. Ja. Je zegt, wat is er precies aan de hand? Ze zeggen, ik ben boos. Ja. En dan ga je met ze praten en dan merk je dat ze eigenlijk gewoon de tv naar vertellen. Ja. Zo zou ik het niet verwoorden. Maar in ieder geval dat het best... lastig is om woorden te vinden voor wat je dat ze hebben. Ja. Voelt dus, en wat je vindt. Nou ja, zeker. Dus het is veel meer een wisselwerking, laat ik het zo zeggen. Dus het is een wisselwerking van onderop en van bovenaf. Dus ik heb daar veel meer oog voor gekregen. Dus voor die wisselwerking. Je moet niet alleen de boze burger centraal stellen. Je moet ook kijken wat er van bovenaf neerdaalt. Zeker. Aan gewoon ook vaak propaganda. Ja, ja. Maar dat is dat is een goed woord. Want als je het even ruw samenvat, dan zeg jij eigenlijk... het populisme is een van bovenaf, je noemt ook het woord ingepompt. Ja, hè? Ingepompt, gevormd en gekneed. Dus eigenlijk zeg je... de mensen hebben een soort inderdaad onbehagen wat verder... Ja, weinig gespecificeerd is, wat ongevormd is. En dan zijn er boze politici, boze krachten van bovenaf die daar misbruik van maken. Die dat zo gaan duiden of zij eigenlijk ook de oplossing zijn. Hè, die vaststellen met dat woord onbehagen bijvoorbeeld. Die zeggen van er is sprake van onbehagen. En wij begrijpen wat dat is en wij hebben ook de oplossing ervoor. Ja. Terwijl het vaak hele diffuse gevoelens zijn van ontevredenheid of boosheid. Ja. Maar ik vroeg mij ook wel af... ik vind het op zichzelf plausibel, maar ik vroeg me ook wel af... Als je met Fransen praat in de provincie, in de café of zo... Dan weten ze vaak beter dan Nederlanders te verwoorden wat ze dwars zit. En bijvoorbeeld, op dit moment zegt iedereen, ik heb geen centen. Ja. En ik denk dat dat voor een belangrijk deel van de Fransen een heel reële
klacht is, zoals yeah. het in Engeland ook zo is. Maar ze zeggen ook, er zijn te veel buitenlanders yeah. en daar heb ik last van. Yeah. En dat is vaak, denk ik, ook een reële klacht. Nou, dat ben ik niet met je eens. Maar... Nee, maar daar komt natuurlijk het meningsverschil. Hè? Want yeah. jij maakt in je boek een onderscheid tussen realiteit en fictie. Zeker. En, dat, en, ja. en veel van het populisme is naar jouw oordeel een fictie. Gevoel. Nou, het is het is een gevoel. Zeg maar, Renaud Camus zegt dat ook. Hè? Gewoon, het gaat niet om de cijfers. Hè? Dus die man van die omvolkingstheorie. Ja. Het gaat om het gevoel. En dat hoor je ook in alle discussies nu weer, die we nu in ons land hebben over. Ja. Dus het gaat niet, want je kunt... het gaat om een soort gevoel, een soort waarneming die je hebt. Het gaat niet om de cijfers. Zeg maar, Renaud Camus die lacht ook altijd om zeg maar, demografen die dan aantonen dat bijvoorbeeld het aantal moslims al 30 jaar gewoon constant is in Frankrijk. Dus nee, kijk, wat mij vaak opviel is dat ik op plekken kwam. Ja, maar ook, nou ja, dat ik op plekken kwam waar vaak in de verste verte geen dus migrant te bekennen is. Ja. En mensen dan daar toch heel bang voor zijn. Ja, dat vond ik eigenlijk een heel slecht argument, als ik zo vrij mag zijn. Maar dat is nog geen argument, hè? Nee, vind ik een slecht argument. Maar voor wat een argument? Om te zeggen, de mensen hebben er zelf geen last van, dus het is niet reëel. Want je maakt een onderscheid tussen realiteit en fictie. Nee, maar als jij zelf het probleem niet hebt, dan is het geen probleem. Maar zo werkt politiek natuurlijk niet. Nee, maar ze zijn dus niet... Ze hebben op dat moment geen... Zijn er geen migranten in de omgeving waar ze last van hebben? Ja. Maar ze zijn bang voor wat ze denken dat die migranten aan problemen gaan brengen. Ja. En precies, maar als dat er. Is dat is toch heel reëel? Nee, maar wacht even. Als er nou op dat moment van bovenaf, als ze alleen maar beelden te zien krijgen waarin zeg maar, migratie in verband wordt gebracht met criminaliteit, met allerlei ellende, mm-hmm. ja, dan is dat heel voorspelbaar. Ja. Of voorstelbaar. En ik zie dat gewoon heel erg gebeuren. Dat begrijp ik heel goed. ik begrijp heel goed dat je het ziet gebeuren. Maar ik begrijp ook heel goed hoe het werkt. Ik bedoel, hetzelfde speelt zich af rondom klimaat bijvoorbeeld. In Nederland hebben wij betrekkelijk weinig last van klimaatopwarming. Ja. Maar wij worden voortdurend, van bovenaf wordt er ingepompt. Onder andere door jou, want je hebt een jaar lang een column geschreven in NRC daarover. Ja, maar dat was een onderzoekende column. Hè? Laten we daar verder niet over hebben. Maar, maar politiek gezien werkt het hetzelfde. Want je zou kunnen zeggen waar je je politieke standpunt op baseert. Ik wil er twee dingen eigenlijk over zeggen. Ik denk van ja, het is hetzelfde in die zin dat de inzet in allebei de gevallen is extinctie, is verdwijnen. De angst om te verdwijnen, in het geval met immigratie, de angst om te verdwijnen als volk, als kleur ook wel, hoewel dat nooit zo uitgesproken wordt vaak, maar als beschaving, als cultuur, als identiteit en met klimaat als aarde, omdat straks gewoon dan, nou ja, als we die wetenschappers moeten geloven, wat ik dus doe, maar... dan komen er allerlei, vooral allerlei narigheid, waarvan je zou dus kunnen zeggen, kijk, die twee dingen zijn ook, denk ik, heel significatief voor de denktradities die ik ook in mijn boek beschrijf, van de verlichting en de antiverlichting, waarbij het bij die antiverlichting juist veel meer gaat over gevoel, irrationaliteit, en bij die verlichting juist meer over wetenschap, ratio en abstractie. Want die wetenschap zal zeggen, ja, maar wij beroepen ons op wetenschap. Dus hoe kun je ons nou tegenspreken? Terwijl die mensen, anti-immigratie, migratiekritische mensen zeggen van ja, maar wij hebben daar gevoel over. En die intuïtie, dat is ook heel belangrijk. Ja, ja, ik zou dan zeggen, om nog even terug te komen op Macron, die maakt de fout om te denken dat wetenschap politiek is. En wetenschap is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Als jij een brug bouwt, kun je die beter volgens natuurkundige principes bouwen. Ja. Maar of je de brug ergens legt en waar je hem legt, is afhankelijk van een politiek debat dat over belangen gaat. Ja. En ik denk dus dat ook de haat tegen Macron gaat over dat hij zichzelf niet positioneert als iemand die belangen vertegenwoordigt, waar je over kunt discussiëren. Maar dat hij zegt, nee, ik heb de wetenschap. Dus met mij valt niet te discussiëren, want ik heb gelijk. Ja, dat hij inderdaad, ja,
Nou ja, dat hij zich inderdaad op een soort redelijkheid beroept of ratio beroept. Ja. En ditzelfde. Kijk, mijn punt is meer. Ik zou niet verlichting en contraverlichting noemen. Op zich, nou ja, hier gaat mijn boek eigenlijk dus niet over. Nee, maar, dat ook, heb je gelijk. Komen ze op terug. Zeg maar, over die migratie zou ik zeggen, kijk, dat is iets dat je serieus moet nemen. En je moet zorgen serieus nemen. Alleen, wat ik zie bij wat ik dus radicaal rechts noem, is een soort van, ja, vaak tot op paranoia, aan paranoia grenzende angst. Of een soort hysterisering van het debat, waardoor je daar helemaal niet op een rustige manier meer over kunt spreken. Hmm. Je hebt bijvoorbeeld Hein de Haas, die heeft heel erg die zet op een heel nuchtere manier alle voor- en nadelen uiteen. Ja, in die termen kun je daar heel goed over, ja, heel goed een rustig gesprek over hebben. Ja. Terwijl het nu vaak daar in termen over gaat, of we op het punt staan om inderdaad uit te sterven als volk of zo. Ja, ja. Nou ja, ik heb daar 2 weken geleden een stukje over geschreven in de Elsevier. Ja. Over waarom Den Haag onfatsoenlijk is geworden. En het antwoord hierop zou zijn, we hebben 30 jaar geprobeerd om dit debat in politieke termen te voeren. Ja. Dat is steeds afgesloten. En uiteindelijk heeft de PVV met name gekozen om het dan maar op onfatsoenlijke basis te voeren. En dus inderdaad te gaan roepen, als het niet fatsoenlijk kan, dan maar onfatsoenlijk. Dat sowieso vat Meindert Venema dat destijds samen. Maar goed, misschien gaan we te ver van je boek af en geef ik je te weinig krediet op dit moment. Misschien kun je gewoon vertellen, je ging naar Budapest. Ja. Dat is gewoon een mooi verhaal. Ja. En wat trof je daaraan? Nou, kijk nou ja, zeg maar, dus het begint met die Dominique Venner. Hè, dus die, ja. Die dus zichzelf moet plegen in de Notre Dame. De samurai van de Notre Dame. Hè? Dus hij beroept zich ook op Yukio Mishima. Een Japanse schrijver die in 1970 een staatsgreep pleegt. Omdat hij zich wil verzetten tegen wat hij dan eigenlijk ook ziet. Het verdwijnen van het viriele Japan. Het verdwijnen van het imperiale Japan. En wat zou worden overgenomen door linkse, zeg maar, consumentistische krachten. Ja. En hij doet een staatsgreeppoging. Dezelfde individualisering als, ja, exact, als in Europa. Ja. Okay. En hij doet de staatsgreeppoging, die is al gedoemd. En hij pleegt harakiri heel dramatisch. Ja. Wanneer was dat? 1970. Oh, oké. Okay. Nou, die beelden zijn ook echt overal de wereld overgegaan. Ja. Heel fascinerend. En een paar maanden dus na die dood van Venner in Parijs, in de Notre Dame, in 2013, verschijnt ook een boek dat heet Le Samouraï de l'Occident. Hmm. He, dus de Samouraï van het Westen. Ja. En voor mij was dat ook een soort startpunt, omdat daar spreekt ook een soort martelaarschap uit en ook een idee van het Westen. He, dus er is een idee van het Westen wat kennelijk de Notre Dame verdedigd gaat en wat gesymboliseerd wordt in zekere zin door de Notre Dame op een identitaire manier. Ook omdat deze Venner was zelf geen christen, hij was heiden. Okay. Maar hij had toch die Notre Dame gekozen, ook omdat die kerk ooit gebouwd is op een soort heidense tempel, heel lang geleden, zo is dat begonnen. Maar omdat dat toch, hij zag dat als een symbool voor de westerse beschaving. Ja. En dus als een soort hele, nou ja, als een symbolische plek om dat te doen. Dus hij is daar naartoe gegaan voor het altaar van die Notre Dame. Heeft hij een soort laatste document neergelegd en heeft hij zichzelf heeft hij de uitleg van zijn eigen positie. Ja, ja, en dat vond ik een soort, ook, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ook omdat dat in een tijd was. Want je was toen in Parijs. Ik was in Parijs. En het was een moment dat je nog heel goed kon geloven eigenlijk in dat internationalistische liberalisme, in de globalisering, waarin je eigenlijk had gedacht, dit soort krachten, die zijn helemaal marginaal geworden, zeg maar. Hè? Dus door het liberalisme van de jaren 90, die dominantie, er waren natuurlijk allemaal wat tegenkrachten. Wilders, midden in de eurocrisis toen, hè? Nou, ook zeker, maar dat was meer een soort van technocratisch iets. Nou ja, des te problematischer zou ik bijna zeggen. Zeker, oké. Okay. Maar, en toen zag ik opeens van, ja, het was ook een soort kreet uit een wereld. Ja. Waarvan ik eigenlijk dacht van dat. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Dus ik ging me in die man verdiepen. En ik merkte dat hij in een soort schaduwwereld die ik helemaal niet kende, heel belangrijk was. Ja. En
dat is eigenlijk het, ook een beetje het spoor naar Boedapest geworden, uiteindelijk. Omdat ik ontdekte, ook weer in Parijs, liep ik tegen een magazine op. L'Incorrect heette dat. Het Incorrecte. Of de, ja, de Incorrecte. De Incorrecte. En die hadden allerlei heel lovende reportages vanuit Boedapest. Ja, ja. Waar op een, en op een moment dat ik dacht van, hé, maar waren ze daar niet de liberale democratie aan het onschadelijk maken? Omdat ik allemaal verontrustende rapporten uit Brussel las. Mm-hmm. En, hier waren dus mensen die daarvan juist de lof spraken. Ja. En dat vond ik fascinerend. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen bleek inderdaad, we hadden het over dat Westen, over die samurai van het Westen. Boedapest van Viktor Orbán zich eigenlijk op te werpen als een soort bastion van het Westen. Als een soort van, bij ons is het ware Westen nog intact. Is er het ware Westen. Hè? Dus je hebt het idee van l'Occident, van het gewortelde Westen, zeg maar. Maar ook het Westen van de verlichting, van het cosmopolitisme, van het abstracte denken, van de ratio. Terwijl wat Viktor Orbán juist wilde met zijn land was juist van, nee, wij willen een identitaire benadering daarvan. Wij willen staan voor de witte, christelijke, Europese, humanistische identiteit. En naar jouw oordeel, hè, want je hebt het inderdaad erg over die identiteiten en als ook wel kern van dat populisme, hè, dat identiteitsdenken. Ja, ja. Maar ik vroeg mij al lezend af, is dat nou zo dat is opgekomen met het populisme? Is het niet zo dat bijvoorbeeld in Nederland, hè, eigenlijk kun je de hele verzuiling als een strijd tussen identiteiten zien. Die identiteiten waren eigenlijk nog veel sterker dan wat je nu ziet in Hongarije ten opzichte van de rest. Hè? Want de katholieken speelden niet de katholieke kinderen speelden niet met Vara-kinderen en je mocht niet naar de radio luisteren, et cetera. Dus dat identiteitsgevoel is eigenlijk nooit weg geweest, naar mijn idee. Dat is zo'n goede inderdaad. Zeg maar, mijn politieke bewustwording is eigenlijk van na dat zuilensysteem. Dat was natuurlijk weg op een gegeven moment. Vanaf de jaren 90. Hoewel, nog steeds maken we grappen van, is het een katholiek mondje. En we hebben nu bijvoorbeeld het Kamerdebat vandaag met de regering. En ik roep tegen mijn vrouw, dit is gereformeerde nieren te proeven. Ja. Want dan gaat het over die omvolking. Ja. Uur na uur. Ja. Over één woord. Nou, dat kan alleen maar in gereformeerde kerken. Dus, exact. Om dat helemaal uit te vlooien. Om dat helemaal uit te vlooien, ja. Maar goed, dit terzijde. Ja. Maar mijn vraag is van, is dat identiteitsidee niet eigenlijk, om Slama zegt toch eigenlijk ook van links en rechts zijn identiteiten. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, dat is ook zo. En daar ben ik het ook mee eens. Maar wat ik toch wel zie, ik bedoel, kijk, we hebben het over populisme, maar we kunnen toch ook wel over eens zijn dat de afgelopen jaren waar we naar hebben gekeken, waren overwinningen van radicaal rechts, van identitair rechts. Toch? Ik bedoel, nou, als we het over de Europese verkiezingen hadden. In politiek opzicht. Ja, zeker. Maar in ander opzicht. Dat is het tegendeel. Exact. En dat wijs ik ook in mijn boek aan als een soort van, de grote paradox waar we eigenlijk nu in staan. Ja. Dat je dus, dat we eigenlijk ook zwemmen, vind ik dan, in een soort van cultuur-identitaire zee. Dat het daar ook dat heel dominant eigenlijk is. Ja. Rechts daarvan profiteert. In politiek maar eigenlijk daar dus niet zoveel mee kunnen, omdat die samenleving, vind ik, dus een andere kant op beweegt, juist een meer progressieve kant, als je kijkt naar homohuwelijk. Maar dat zijn ook allemaal identitaire kwesties, toch? Ik exponeer mijzelf als homo. We gaan naar de gay parade, de slavernijdiscussie. Ja, maar dat vind ik toch ook. Dat zijn zeker wel. Dat zijn allemaal identitaire. Ik moet mijn eigen identiteit kunnen uitdragen. En wie mij tegenhoudt, die krijgt op zijn falie. Nou ja, misschien, maar ook toch om rechten te verwerven, toch? Ik bedoel, het homohuwelijk is voor, toch, voor groepsrechten? Nee. Dat is het. Ik bedoel, het gaat. De hele discussie over artikel 1 grondwet, met die hele rij
van LHBTQ, mensen die niet gediscrimineerd mogen worden. Dat gaat uiteindelijk zijn het grondrechten voor iedereen, maar het zijn groepen die bezig zijn het voor zichzelf te bevechten. Nou ja, behalve als je zegt van dat gewoon het recht om te trouwen is een universeel recht. Mm-hmm. En dat hiervoor was voorbehouden aan mannen en vrouwen. En nu ook aan mannen die van elkaar houden en vrouwen die van elkaar houden. Ja. Overigens denk ik dat jij zegt terecht in dat opzicht, de samenleving beweegt zich in een progressieve richting. Ja, nou ja, dat maar ik denk dus ook dat de kinderen van bijvoorbeeld de stemmers van Wilders zijn net zulke individuele kinderen van 68 bij wijze van spreken als ter linkerzijde. Want nee, ik denk dat het homohuwelijk is in Nederland helemaal niet omstreden. Nee, maar daarom zegt dus ook dat ik bedoel de hele dus het recht van Wilders en in alle andere partijen in Europa die we zien, hè, dus in Frankrijk, Meloni, die hebben dus wel nu die politieke macht gaan, of ze hebben de politieke macht of ze staan aan de poorten van, maar ze kunnen hun project, hun groter ideologisch project niet uitvoeren, want ze kunnen niet de tijd terugdraaien. Mm-hmm. Wat Wilders zegt, we willen terug naar dit, we willen terug naar dat, we willen dat kan dus niet. We willen Nederland terug. Ik weet niet wat ze hoeven. Ja, maar wel Nederland. Quote, nou ja, we willen terug naar dit of dat. Wil je om? Nou, als hij zegt wij willen Nederland terug, dan wil hij natuurlijk gewoon het Nederland zonder immigranten terug. Daar moet je niet kinderachtig over zijn. Dat zie je ook bij Zemmour. Erik Zemmour, die heeft ook exact diezelfde campagne. Die heeft een filmpje vanuit de jaren 50. En wat je ziet is een soort, een soort katholiek, wit Frankrijk. Ja. Dus ja, dat kan je ook niet zo benoemen natuurlijk. Maar dat is toch, vind ik, de onderliggende boodschap heel duidelijk. Ja, maar je zou dit ook anders kunnen formuleren. Want jij zegt, dit is dat project van Wilders of Zemmour of Meloni voor mijn part. Is eigenlijk tot mislukken gedoemd. Hè? Ja. Dat zeg jij. Ja. Maar jij zegt van de toekomst is eigenlijk aan de cosmopolitische individuele burger. Hè, dat is de gang der dingen. Hè. Je haalt Tocqueville erbij. Zeker. Maar ook natuurlijk Marcel Gauchet en zijn idee over... Wie is Marcel Gauchet? Marcel Gauchet, daar heb ik bij gestudeerd in Parijs. Hij is een belangrijke moderniteitsdenker. Historicus, hè? En historicus, filosoof. Historicus. Ja, hij heeft een knappe man. Hij heeft allerlei dikke boeken geschreven, waaronder ook een vierdelige reeks. Die heet even denken. De niet de enlèvement de la démocratie, want dat is de ontvoering van de democratie, maar de... We komen er zo op. Ja, en hij zegt, kijk, die moderniteit gaat over onttovering. Dat is, gaat over autonomie. We laten een orde waarin de norm buiten onszelf ligt. Of dat nou een godheid is, of een natie, of een soort autoriteit van de vader, weet je wel? Van het gezin. Laten we achter ons. En die autonomie, dus het, dus de norm vinden we in het individu zelf. Ja. Dat is een tweesnijdend zwaard, omdat hij aan de ene kant het spirituele, het religieuze eigenlijk afsnijdt. Dus die wortels met die overerfde identiteit. De transcendentie, datgene wat boven ons is. Een beetje ter rechterzijde zou je kunnen zeggen, maar ter linkerzijde wordt het dus heel moeilijk om je collectief te organiseren. Terwijl links juist zich heel erg vanuit het collectief vaak... dingen die links wil, vragen een sterke overheid. De klasseloze maatschappij. Ja, maar vraagt ook een sterke overheid. En dus, een soort van, collectief handelingsvermogen. Socialistisch, klasse. Dus je bent je argument kwijt voor een sterke overheid. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Het gaat niet je argument kwijt, maar er is een soort onmogelijkheid gekomen. Omdat dat individu zo centraal wordt, dat het vermogen om je collectief te organiseren gewoon steeds moeilijker wordt. Ja. Maar dat deel ik. Maar hoe verhoudt zich dat tot het mislukt
tot mislukken gedoemde project van de populisten. Nou ja, op die manier. Kijk, zo zou je ook naar links kunnen kijken, maar ik heb naar rechts gekeken. Ja, ik heb besloten om naar rechts te kijken. Vraag ik het. Nou, omdat je dus ook op inderdaad zeg maar dus een meer Tocqueviliaanse manier, dus dat je vaststelt van er is een soort beweging, hè, dus die moderniteit is een rivier, zo omschrijft hij het ook. En die moet je dus kanaliseren, die moet je. Maar die kan je niet stoppen. Individualisering en. Ja, dat is een proces. Gaat niet door, moet je erkennen dat dat doorgaat. Dat is eigenlijk niet tegen te houden. Precies. Dat is de essentie ervan. Ja. Dat schrijft Tocqueville al 200 jaar geleden. Ja. Ja. En daar moet je dus niet voor gaan liggen, maar dan moet je. Ja. Doe je best om dat dan zo goed en zo kwaad in goede banen te leiden. Ja. Maar zij erkennen ook, want zo heb ik. Ik heb niet jouw boekenreeks gelezen van Gauchet, maar andere dingen. En mijn Tocqueville ook. Zij erkennen ook dat daar een probleem mee is. Want Tocqueville schrijft aan de ene kant, en dat is die quote die jij aanhaalt en die altijd wordt aangehaald. Ja. Van je moet de democratie verstandig maken, je moet hem in goede banen leiden, je moet hem volwassen maken. Ja. Want anders dreigt, zoals in Frankrijk, altijd weer despotie. Hè? Ja. Maar de andere kant is dat Tocqueville zelf, en dat Gauchet volgens mij ook, die erkennen dat er wel iets van gemeenschap en gemeenschapsgevoelens noodzakelijk zijn. Dus ik heb zelf Tocqueville altijd gelezen als een liberaal, maar als een conservatieve liberaal. Nou, dus als een soort gefnuikte, ook, of als een gefnuikte conservatief, die met zijn hart eigenlijk in dat ancien regime zit. Maar met zijn hoofd in die. Ja, maar met zijn hoofd in die. Nee, ook met zijn hoofd in die democratie. Ook, en ik denk dat dat voor Gauchet ook wel opgaat. He, want wat Gauchet die schrijft, ik heb zijn boek over mensenrechten gelezen. Ja? En zegt hem, mensenrechten, dat is eigenlijk gefnuikte politiek. Ja. Want de mensenrechten eten de politiek als het ware op. He. De individuele mensenrechten zorgen ervoor dat de politieke keuze van het toneel verdwijnt. Ja. En hij zegt, maar dat gaat de gemeenschap enorme problemen opleveren. Ja, maar dat zou je ook kunnen. Oké, maar dan heb ik twee punten, want dat ben ik met je eens. Dat zit ook in Gauchet, zo'n idee van ook een soort van iets dat we kwijt zijn en waar we eigenlijk niet goed meer bij kunnen komen, maar waar we wel missen. Maar kijk, terug naar je populisme, want dan mag jij weer. Ik in de welwillende lezing zou je zeggen, mensen als Meloni of Orbán, die zijn op zoek naar, hè, dat mag je dan contra-verlichting noemen, dat vind ik prima. Ja. Maar die zijn op zoek naar die gemeenschap. Ja. En het probleem van gemeenschap is natuurlijk uitsluiting. Dat komt meteen. Ja. Maar je kunt het dus ook proberen, dat heb ik gedaan. Ik ben nooit in Hongarije geweest. En ik zeg meteen voor het publiek dat ik het tegen ben als de pers aan het breidelen is en dat hij zich met de rechters bemoeit. Maar ik kan me wel iets voorstellen bij. We willen een vorm vinden om iets met die gemeenschap te doen. Nou, prima, maar ik kan me ook wel iets bij dat gevoel herkennen. Maar hoe maak je dat politiek dan? Nou, ik ben het niet eens met jouw idee dat het onvermijdelijk is dat het individu zijn mars zal volvoeren. Want ik denk bijvoorbeeld dat de oorlog in Oekraïne een hele grote rol gaat spelen in een soort van renationalisering. Ja. Dat denk ik. Ook in West-Europa. Omdat wij moeten straks offers brengen voor een oorlog. Ja. En als nou, Rutte is nu geen premier meer. Maar als de premier gaat vragen aan jou om je zoon naar het front te sturen. Ja, ik had er gisteren toevallig een gesprek over. Oh ja. Ja. Gewoon, ik was bij mensen eten en zeg maar, kennelijk speelt dat of zo. Kennelijk is er Maar dan heb je een hoger idee nodig, dat is wat ik bedoel. Ja, maar kijk, dat beschrijf ik ook in het boek. Ik heb een interview gehad met Jean-Pierre Le Goff. Ja. Hij heeft een heel mooi boek geschreven. Hij is zelf conservatief, hè? Hij is nadrukkelijk conservatief. Maar is hij historicus net als zijn. Hij is socioloog. Oké. Okay. Hij heeft ook een heel mooi boek over 68 geschreven. Hij heeft ook een heel mooi boek over, en dat heet La France d'hier, het Frankrijk van gisteren, waarin hij zijn jeugd beschrijft in Caen. En dat is een fantastisch boek. Ja. Dat is een fantastisch boek. En er zit ook een soort nostalgie wel in. Maar wat hij ook heel erg laat zien juist. Dat ook dat oude natiebesef waar jij een beetje aan refereert. Dat zie ik ook niet zo snel terugkomen. Dat je dus wil sterven voor je natie. Nou ja. Ik zie het ook niet 1, 2, 3 terugkomen. Maar ik denk wel.
Dat wat als, in, ja. als wij in een heel groot conflict met Rusland terechtkomen, ja. dat onze leiders, van welke kunnen ja, dan ook, zeker. Een vraag gaan stellen aan de zeker. Bevolking. Zeker. En dan moeten ze met meer aankomen dan jouw ja. individuele welbevinden, ja. want jij hebt het al druk genoeg met jezelf. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dat creëert een nieuwe dynamiek op dat moment. Maar goed, dit, ja. Kijk, wat Gauchet, die schetst een proces van 500 jaar. Hè? Ik bedoel, daar zitten van allerlei momenten tussen. Ook de Eerste Wereldoorlog, ook de Tweede Wereldoorlog. Dus dat zijn echt de hele grote lijnen die Tocqueville ook schetst. Ja. Ik bedoel... Nou ja, daar sluit jij bij aan, toch? Ja, zeker. Maar dus dit proces staat of valt ook niet bij een oorlog hier of daar. Of een... ja. Nee, goed, kijk, ik wil ook... In wezen ben jij... Kijk, er is geen fataliteit, hè? Ik bedoel... Een Fukuyama-liberaal kunnen noemen. Want, ja, op een bepaalde manier wel. Maar het einde van de geschiedenis. Ja, maar, dat, ja, maar dat zie ik ook niet. Ik kijk terug en ik stel iets vast. Ja. Ik zeg ook van, er is geen fataliteit. Dat kan... Ja, de toekomst is in principe open. Ik hoop het. Ja. Ja, dat is dat is het begin van politiek, dus... Zeker. Als het niet open is, dan zeker. Kunnen we ophouden. Ja, zeker. En kijk, wat dat betreft mogen ook Wilders en de zijnen ernaar gaan streven om het tij te keren. Mm-hmm. Nou, ik wens veel succes. Alleen ik zou gewoon mijn geld er niet op zetten. Laat ik het anders gewoon zo zeggen. Oké. Okay. Vertel nog iets meer over je... Want je hebt ook bijvoorbeeld... had je Scrooge nou ontmoet? Of nee, Scrooge heb ik helaas eigenlijk nooit ontmoet. Ik was vroeger fan van hem, hè? Maar dat vond ik een mooie passage in het boek. Vertel iets over je ideeën of je lezing van Scrooge. En je was begonnen als fan. Ja, ik was begonnen als fan. Dat was een periode... Je moet even vertellen. Scrooge is een belangrijke conservatieve filosoof uit Engeland. Hij is ook... Hij is een soort toch uitgegroeid tot de schutspatroon van het conservatisme. Thierry Baudet was bijna zijn schoonzoon. Ja. Zeker. Die kwam er ook thuis op die boerderij van hem. Dat kwam hij mij ook allemaal in geuren en kleuren vertellen in Parijs. Dat staat ook allemaal in het boek. Ja. En hij wordt in Europa of in Hongarije ook geëerd. Vereerd, hè? Ja, vlak voor... Scrooge kwam vaak graag in Boedapest. Hij had natuurlijk ook een band met Oost-Europa. Hij kwam veel in Praag in de tijd van het communisme. Als anticommunist. Ja, om daar toch ook dissidenten te steunen. En dat is ook een heel interessante periode in zijn leven. Maar vlak voor zijn dood is Viktor Orbán naar Londen gevlogen om Scrooge daar te ridderen. Ja, heb je ook verteld in het boek. Ja, en dus toen zag ik ook die lijnen. En... ook al, maar daar komen we nog wel misschien over te spreken. Wat ik er dan toch wel problematisch aan vind. Nee, maar dat was in het jaar 2000. En ik woon nog in Utrecht. En een hele mooie serie van de VPRO. Met Wim Keizer. Van de schoonheid in de troost. En daar stond opeens deze man in de blubber in Engeland met zijn paarden... En zijn, met die laarzen en zijn vleugel en zijn mooie vrouw en zijn boerderij. Ja. En ik zat gewoon met zijn vossenjacht. Ja. En ik zat gewoon zo met grote ogen te kijken. Wat is dit? Ja. Dus dat vond ik heel fascinerend. En ook wel op het moment dat ik gewoon ook wel een beetje wat blunders maakte in mijn leven. Ik zal er niet al te diep op ingaan. En waar... Die staan niet in het boek, die blunders. Nee, die stonden er eerst wel in. Maar die heb ik heel verstandig, denk ik. Maar waarin je toch een beetje gaat twijfelen aan de... Aan de aard van de mens. Hè? Dus, want een van die leerstukken van het conservatisme is natuurlijk wel de feilbaarheid van de mens. Mm-hmm. Hè? Dat staat ook in dat stukje van Slama, dat fascinerende zinnetje. De antropologische verlichting. Hè? Moest even over nadenken wat hij daarmee bedoelt, maar dat is natuurlijk dat. Het optimistische, rationele mensbeeld. Ja. Terwijl natuurlijk die antiverlichting, die heeft ook oog voor die duistere kanten van de mens. Die er ook zeker zijn. Dus ik was er zelf ook een beetje tegen aangelopen. En toen kwam Scrooge op mijn pad. Een soort, ja. Ik heb later nog wel eens moeten denken toen ik me in het jihadisme verdiepte. Hoe die jongens dan snel konden radicaliseren. Ja, vanuit hun persoonlijk falen snel konden radicaliseren.
Hoe verhoudt je dat tot scrutin? Nou, dat je dus, je loopt tegen iets aan in je eigen leven. Ja. En opeens is er iemand die daar een soort van antwoord op heeft of troost. Ja, 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 ja. En dat allemaal uitlegt en dat in een soort groter perspectief duidt. Die heeft een samenhangend Verhaal. Zeker, zeker. Ja, ja. En die zich ook verhield tot die moderniteit, ook nog wel op een interessante manier. Die dat aan de ene kant erkende, dat we ons daarbij neer moesten leggen, bij die onttovering. Aan de andere kant, die ook een soort verzet daartegen kon bieden, door wat hij deed, op het platteland te gaan wonen en daar een soort van zijn eigen wereld, Scrutopia, ja. Te scheppen. En je vond het terug in de Scruton Cafés. In... ja, dat was iets... Dat moet ik nog even vertellen. Ja, dat was iets prachtigs. Toen ik daar dus kwam voor het eerst in Budapest. Toen liep ik daar dus in dat schitterende... Welk jaar was je voor het eerst in Budapest? 2020. Oké. Okay. In dat schitterende Art Nouveau centrum. Van Pest. Mm-hmm. Hè? Buda en Pest, dat zijn twee delen van die stad. Die worden doorsneden door de Donau. Ja. Zeg maar, Buda is meer heuvelachtig en Pest, dat is vlak. En daar waren dus, een Scruton Café. Dus ik liep daar binnen en daar waren dus allerlei, ja, daar hingen dus allerlei attributen door zijn weduwe geschonken. Van zijn paardrijk cap en zijn rijzweep en een soort van buste, zoals je die ook uit de 19e eeuw kent van Beethoven of zo, maar dan in de vorm van Scruton. En dan kon je, ja, allerlei vertalingen kon je daar kopen. Maar niemand deed het. En niemand wist ook wie die was, toch? Niemand wist wie die was, dus ik vroeg daar een beetje rond van. Ja. Het was dus een heel modern, dat vond ik een soort mooie ironie. Ja. Ja, het was een soort hipstercafé eigenlijk. Met een barista en veganistische cheesecake. Dus dat gaf jou ook het beeld in van... Ja, ja, dat niet tegen te houden is. Dat als je dit wil, en zelfs in het hart van deze... Toch wel, nou ja, hè, wat ik een illiberale contrarevolutie noem. In het hart daarvan, Budapest. In het Scruton Café, die de grote inspirator is daarvan. Daar is dat eigenlijk. Daar is ook die veganistische cheesecake van die hipsters. Ja. Ja. Dus ja, dan, als het daar niet lukt, waar lukt het dan wel? Dat vraag ik me af. Dat is een open vraag. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, ik zou denken, de veganistische cake die je daar kunt krijgen, zegt toch weinig over de, nou, voor de inhoud der geesten. Hè? Dat is ook zo. En ook politiek kan het alle kanten op, natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk ook toch wel een soort, nou ja, ook toch uiteindelijk een Tocqueviliaanse opdracht, waarmee ik het boek eindig. Die politieke vrijheid, kijk, die samenleving gaat volgens hem een bepaalde kant op. Wordt gelijker, wordt meer individualistischer. Alleen, het is nooit een garantie voor politieke vrijheid. Dus dat is iets wat je altijd moet opnieuw bevechten. Ja, en dan zeg ik erachteraan, Tocqueville zag die politieke vrijheid binnen een gemeenschap. En was in die zin dus, hij was trouwens ook zeer nationalistisch, zoals je weet. Hè? Dus hij was Fransman en hij heeft zich enorm ingezet voor Frankrijk. Ja, maar hij zag ook wel dat idee van die gemeenschap, en vooral zeker de spirituele gemeenschap, iets heel problematisch was. Hij zag dat, daarom ging hij naar Amerika en hij zag van ja, in die religie die daar nog was, mm-hmm. in die lokale gemeenschappen ook, daar was nog wel zoiets, maar hij was er niet zeker van dat je dat ook zomaar kon importeren of dat je dat zomaar kon nadoen. Omdat hij zei dat in Frankrijk natuurlijk dat individualisme al zo dominant was geworden. Precies. Dat men alleen nog maar op de staat rekende. Ja. Omdat juist al die tussenlagen, namelijk de aristocratie, die was uitgemoord. Dus en de kerk was vernietigd. Ja. Dus nou goed. Nog één, ik zie je de hele tijd de afronding al knipperen. Dus hoe gaat het aflopen met die verkiezingen? Want nog even in het beeld van jouw boek. Je zegt die gang naar vrijheid, individualisering en dergelijke is een... heel dwingend, laat ik het zo zeggen. Is onomkeerbaar, of heel dwingend. Dwingend, ja. Ja, maar intussen zien we dus inderdaad in politiek opzicht Italië, Hongarije... Barrage. Nederland niet te vergeten. Ja? Hè? Wij zijn niet onbelangrijk in dit hele verhaal. Frankrijk. Zie jij dat dus als iets tijdelijks? Wat moet worden overwonnen? Of, nou, kijk. Ik denk dat daar, dat daar dus een paradox zit. Hè? Dus dat wat die ambitie van radicaal rechts. Hè? Wat ik radicaal rechts doe. dat moet ik zelf altijd bijzeggen hier misschien aan tafel.
In het hol van de leeuw. Daarom, moet, daarom. Moet je erbij zeggen, ja. denk ik dat ze dat moeilijk gaan krijgen en dat dat tot veel frustratie gaat leiden. Ja. Wat spannend gewoon wordt. En kijk, soms denk en ik dus wel... En dus teleurstelling bedoel je eigenlijk, hè? Ja. En ook ergens zou het natuurlijk goed zijn als die liberale democratieën dit ook kunnen handelen. Dus die angst is natuurlijk van Orbán of nog ouder Nazi-Duitsland dat dat uit de bocht vliegt. Want ja, zoiets kun je maar één keer doen. Hè? Dat zijn gevaarlijke experimenten. Het is een kwetsbaar geheel, zo'n liberale democratie. En als daar eenmaal iemand zit, een soort autocraat zit, nou ja, zeg maar, krijg hem nog maar eens weg. En die verdenking is daar gewoon aan die kant. Dus kijk, het zou ook mooi zijn als die liberale democratieën in die westelijke een soort, nou ja, deze toch stresstest in die zin overleden. Stresstest eigenlijk overleven. En ze maar kunnen laten zien dat ze ook zo'n politieke partij door die instituties kunnen laten bewegen. En nou ja, maar terwijl die instituties ook overeind blijven. Mm-hmm. Ja, dat is de reden waarom ik voorstander ben van dit kabinet. Gewoon proberen. Ja. Gewoon proberen. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het om de vormgeving aan, ja, van de stemming in, ja, het land. Maar dan heb je vertrouwen in de instituties. Zeker. Nee, maar dat, ja, heb ik ook. Ja. Maar in Hongarije minder. Maar komt dat volgens jou dan omdat die fragieler zijn? Daar durf ik niks over te zeggen, omdat ik Hongarije te slecht ken. Ja, nou ja, maar dat zijn natuurlijk jongere democratieën. Dat zijn jongere democratieën ook. Ja, ja, nee, zeker. Want, minder geankerd. Je ziet dat natuurlijk heel in heel Oost-Europa dit soort tendensen. Maar mijn neiging zou zijn, zeker in Nederland, proberen. Geef het een kans. En in die zin hoop ik dat ook het progressieve volksdeel wat van opsteekt. En met name, ja, wat nu in Frankrijk zo speelt, dat ze niet per se de waarheid aan hun zijde hebben. Ja, maar dat is toch een beetje de kern van de zaak. Nou ja, maar iedereen vindt toch dat hij de waarheid aan zijn zijde heeft? Ik bedoel, ja. Nou, dat weet ik niet. Nee. Ik bedoel, nou, ja. Als je overtuiging is dat de kern van... Dat is ook politiek. Dat mag ook. Ik bedoel... Jawel, maar politiek is alternance. Is dus afwisseling. En dat betekent dat die waarheid, dat is ook heel Frans, hè, ja, de macht moet leeg blijven. Dus dat was jouw Manon, denk ik, die dat zei. Le Fort. Ja, ja. Nou, de ja. De macht moet leeg blijven, want anders is het geen democratie. Ja. En dat betekent dat je ook de waarheid van iemand anders moet accepteren. Nou, ja. 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 En als je dus bij alles gaat roepen, ja, maar wat jij zegt kan niet en het mag niet en het is fascistisch. Nou ja, is het toch wel een probleem. Dat is toch ook de politieke, wat je nu ziet, een paar dagen voor die verkiezingen, dat ik zie niet echt, zeg maar, programma's of een soort idee wat de verschillende partijen met Frankrijk willen. Ik zie vooral, iedereen probeert elkaar te demoniseren. Ja, ja, ja. Dus. Maar dat is heel slecht. Ja, maar dat komt natuurlijk ook, dat heeft ook mee te maken met natuurlijk de hoge drukketel van deze verkiezingen die binnen 2 weken moesten plaatsvinden. Ja. Je mag het laatste woord, want het ding knippert maar door. Nou, dan zou ik zeggen... Oh! Lees dit boek. Ja, dankjewel. Mooie ondertitel. De populistische revolte in de strijd om de ziel van het Westen. Dankjewel, Marijn. Ik hoop dat je het een aardig gesprek vond. Ik vond het heel leuk. Ja. Dank je zeker.